Deze nieuwsuitzending is in de lijn, of in de serie, moet ik zeggen. Alan Watts en zijn website cuttingthroughthematrix.com. En het gaat over Jurk Gliesman. De links naar hun kanalen, of Alan Watts, is dat een website? Dat kan je ook een kanaal noemen. En Jurk Gliesman heeft echt een kanaal bij YouTube. En nog wat meer plekken trouwens. Ga ze beluisteren. En als je nieuw bent in dit geheel, zou ik beginnen met Alan Watts. Maar dan niet 10 minuten, want er is zoveel te vertellen. Je hebt daar tijd voor nodig om dat op je in te laten werken. Alan Watts wil het niet hebben over Christus Jezus. Wel over de Jezuïeten. Daar heeft hij het wel over. Alan Watts weet dat de Jezuïeten deel uitmaken van wat we noemen de wereldorde. Yo, maar Piggy, de wereldorde is voorbij. Er is nu een nieuwe wereldorde. Alan Watts weet dat het hele gesodemieter begonnen is volgens het geschreven woord, dus de historie, in Babylon. Dat is 5000 fucking jaar geleden. Hoezo? Een hele mooie van Alan Watts naast. Dat hij zei, er is helemaal geen crisis. Iedereen loopt te brullen van, oh, we worden in FEMA-kampen gestopt en ze gaan fluoride doen in de tandpasta. Oh nee, dat deden ze al. Ja, het is crisis. Nee, een crisis is dat het op tijdstip T was alles nog goed. En dan tijdstip T plus 1, dus één dag later, één maand later of zo, of een jaar later, T plus 1, is het een ene mis. Ja, dat heet een crisis. Er is nu geen sprake van. Het gaat al 5000 jaar helemaal niet goed. En dan nu, anno 2018, gaan we aan de noodrem trekken. Ja, waarom? Het gaat toch al 5000 lang jaar niet goed? En waarom dan nu crisis? Dat is een hele goeie van Alan Watts. Je moet er wel even doorheen. Hè? En zijn hond is, dacht ik, dood. Maar dat heb ik niet uit de mond van Alan Watts opgenomen. Het kan ook zijn dat hij de laatste tijd zijn hond thuis laat als hij naar de studio gaat voor de opname en dat hij zijn hond niet meer meeneemt. Dat zou ook kunnen. Ik weet er verder niks van. Ik weet ook helemaal niks van de privésituatie van Alan Watts. Van de privésituatie van Jurk Gliesman weet ik aanzienlijk meer. Maar daar ben ik ook langs geweest. Ik heb zo'n ding genomen. Dat is het heet een deelauto. Nou, het deelauto, dat heeft twee termen. Het eerste is delen. En dat klopt. Dat apparaat, die machine, die wordt gedeeld door Wim Kruidentuin en Martin de Vrijbuiter. Of de politicus of zo. Martin met de Mechelse herder, kan je ook zeggen. En sinds Martin die Mechelse herder heeft, mag hij niet meer de stamkroeg in waar ik hem tegenkwam samen met Wim Kruidentuin. En hij wil zijn hond niet alleen laten. Dus. Maar hij is ook al gepensioneerd. Dus. Niet zo erg. Dus dat delen, dat snap ik wel. Dus als ik dat ding nodig heb, dan bel ik eerst naar Martin de Vrijbuiter. Nee, hij is eigenlijk socialist. Maar er zijn ook vrijbaters. Met de Mechelse herder. Die helemaal mijn vriend is. Dus als ik daar binnenkom, dan wil hij altijd op schoot zitten. Ja, leuk is dat. Zo'n beest van 40 kilo. Nee, natuurlijk kom ik op schoot zitten.
Ja, Martin de Vrijbuit, hoor, heeft het maar druk met zijn Mechelse herder. Kijk, dat delen, dat snap ik. Is ook helemaal paarsen tevreden, hoor. Geen enkel probleem. Alleen, deel auto. Dan is dat tweede ding, dat heet dus auto. Maar bij een auto denk ik aan een... Ja, toch minimaal een Audi 80. Of een Opel Ascona. Dat wil ik nog wel een auto noemen. Maar hier heb je het over een Renault Clio. Jezus, man. Ja, goed. Het gaat door. De overheid vindt dat het een auto is en dat we wegenbelasting moeten betalen. Maar ik zou niet weten waarom. Dan is er geen auto, man. Oké, het heeft 4 wielen en het rijdt 1 op 13. Ja. Maar je kan moeilijk volhouden dat alles met 4 wielen wat 1 op 13 rijdt, dat dat een auto is. Het is meer een soort plofroller. Ben ik met die plofroller helemaal naar Vleuten. Nee, Leuven. Dan maak ik weer dezelfde vergissing. Maar naar Leuven gereden. Dat is eindweg. Dat is helemaal naar België. Kijk, en dan kom je bij iemand thuis. En we hebben, ik en Jurk, over internet ook. Over privé dingen gesproken. Dan maken we een uitzending. En dan houden we ons aan het script. We gaan dit doen, dat doen en zus doen. Maar eerst contacten over Skype. En dan vraag ik aan Jurk van, hey man, hoe gaat het met jou? En, hoe is het met je moeder? En dan zegt hij altijd, dankjewel dat je daarna vraagt. Maar ik weet er vrij veel van. En van Ellen Watt niet. Ik ga het zo dadelijk, als ik echt van start ga, over privé dingen hebben. En wordt het mij in dank afgenomen door mijn omgeving? Nee, dat denk ik niet. De mensen die erachter komen over wie ik het heb, die worden pislink. Bijvoorbeeld mijn dochter. Die stelt dat niet op prijs. Papa, de vuile was, die hangen we uitsluitend binnenop. En niet buiten. Nou, het punt is, we sterven van de vuile was. Maar nou even terug naar Jurk Lisman. Die benadert de zaken. Die weet van Ellen Watt, by the way. Dus op het kanaal van Jurk Liesman zie je ook, als je even doorgraaft, interviews met Ellen Watt. Maar die kan je zonder meer vinden, hoor. En los daarvan, Jurk Liesman, heel veel bijbeluitleg. Iets waar Ellen Watt nog niet helemaal toe aan is. En het leuke dan, als je het hebt over Ellen Watt en Jurk Liesman en mijzelf, dat ik degene ben die het meeste verstand heeft van logica, taalfilosofie en metafysica. Dus ik kan een beetje een intermediair zijn tussen die twee. Jurk Liesman heeft ook laatst, hij zat een keer tegen mij een beetje te zeuren over, waar ging het over? Over Boeddha ging dat. Siddhartha de Boeddha, als een aristocraat. En die heeft toen hij 18 was, 21 was, hij was al getrouwd. Hè? Toen kwam hij voor het eerst buiten de stadsmuren. En toen zag hij de armoede. En toen kon hij niet meer terug naar de stad. En daarin lijkt Boeddha op Jezus. Alleen het woord van Boeddha, dat zijn 300 pagina's. En dan, kijk, aan de Dhammapada, dat is dan het woord tussen aanhalingstekens. Het woord van Boeddha. En waarom zeg ik tussen aanhalingstekens? Nou, dat is pas geschreven in het jaar 0. Boeddha is gestorven rondom 300 voor onze jaartelling. En na 3 eeuwen is een kanon geformuleerd. Ja, dat is bij Christus niet gebeurd. Christus is overleden, heen gegaan in het jaar 30. En volgens mij zijn ze 40 jaar daarna begonnen met schrijven. Dat scheelt een factor 10, hè? En
aan het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, dat is geschreven in het jaar 100. Door Johannes. Heilige Johannes, zo wordt hij wel genoemd. Sint Johannes. Nou, en laatst heb ik Jurk horen zeggen in een uitzending met iemand. En dan noemde hij mijn naam en dan zei hij van ja, ik vind eigenlijk boeddhisme helemaal niks. Ik vertrouw het voor geen centimeter. Maar Perry zegt er toch wel begrijpelijke dingen over. Nou, dat is voor mij genoeg, hè. Dat betekent dat jij in je denken een ruimte kan maken voor een andere mening. Natuurlijk niet een contraire mening, hè? Dat staat nergens op. Maar een wat vergoeilijkende mening. Zo. Want conflicten, en ja, vooral conflicten tussen religies, ja, wat heb je eraan? Er is maar één ding wat staat voor de waarheid, en dat is het feit dat die waarheid correspondeert met de werkelijkheid. En dan heb je nog, de waarheid moet ertoe doen. Want je kan wel zeggen, de muren in deze woning zijn wit geverfd. Oh, dat was een tijdje terug. Mijn moeder kwam, een behoorlijk tijd geleden. Komt mijn moeder naar boven. Ik woon in een portiekflat. En is nog niet eens mijn flat binnen. En dan roept ze al naar binnen. In dit huis wordt gerookt. Nou, dan is dat waar. Ik kan dat weten. Anders zou ik niet weten wat ik gedaan heb met al die pakjes check. Waarvan ik de pinbewijzen heb. Nou, je hoeft maar met een foto van mij hier naar de dichtstbijzijnde tabakswinkel te gaan. En dan zeg je, kent u deze man? En dan zal iedereen zeggen, ja, die ken hem. En wat doet hij hier dan? De trappen schoonmaken? En dan zegt ze iemand, nee. Die komt altijd binnen en die wil een pakje check. En dan heel veel pakjes vloe. Want hij draait kennelijk van die dunne checkjes. Ja, ik weet dat in mijn woning gerookt wordt. Namelijk, dat gebeurt door mij. En als je te gast bent, dan vraag ik het beleefd. Dan heb je er bezwaar tegen, jongen. Altijd een beetje ventileren. Ja, in mijn woning wordt gerookt. En mijn moeder roept dan omhoog komend, in deze woning wordt gerookt. Nou, het is waar. Maar het doet er niet toe. Mijn moeder riep ook een keer, jongen, je wordt kaal. En het was op een verjaardagsfeest. Allemaal familie deden eromheen en kennen ze van haar en lalalala. En dan gaan we keihard roepen dat ik kaal word. Ja, het is zo. Maar wat doet het er toe? Het is wat anders als dat mijn moeder ziet dat ik kaal word. En dan ga ik naar huis. En dan stopt ze mij, 15.000 euro toe in een bruine envelop. En zegt, jongen, ga jij maar haarimplantaten laten regelen. Ik weet van een adres en dit zijn de contanten. Ja, dat is wat anders. Dan heb ik 15.000 euro. Dat is wel verleidelijk. Maar haarimplantaten, ja. Ik weet het niet, hoor. Doe mij maar kaal. En het derde aspect van waarheid is dat het consensus is. Het is een waarheid wordt door meerdere mensen beaamd. En niet in je eentje. Als jij de enige bent die weet dat iets waar is, wat er dus toe doet. En je bent de enige. Ja, wat heb je dan? Ja, ik weet dat Adolf Hitler ingehuurd was door de Rooms-Katholieke Kerk om Duitsland, wat voornamelijk protestants was, om het protest niet onderdrukken, maar meer weg te bombarderen. En dan vooral niet die oudjes vergeten, niet die achtergebleven moeders en dan zeer zeker die kleine kinderen niet.
Als jij de enige bent die dat weet, ja, wat heb je dan aan die waarheid? De waarheid is een mooie boel. En waar ik deze uitzending over wil spreken is het fenomeen tussen mannen en vrouwen. En dat wordt gekker met het jaar. En Alan Watt weet er heel veel van. Hoor. Ik kan je vertellen hoe die agenda in elkaar zit. Dan komt hij met name met Bertrand Russell. En dat was een logicus van Lichtmefascia. Ik kende hem alleen maar van zijn logica-beweersels. En dan denk ik weer, ja. Hopeloos. En dan blijkt later dat Bertrand Russell, die heeft dus gewerkt aan hoe je een samenleving met steden, dorpen en gezinnen en familieverbanden en nabuurschap en iedereen helpt elkaar. Je vader valt onder een tractor en die heeft zijn nek gebroken, maar dat is niet erg. Ja, het is natuurlijk wel erg dat die man dood is, maar... De opvang in de buurt of in de familie. Die mensen springen allemaal in. Er is een ongeluk gebeurd. Een kind heeft geen vader meer. Ja, dan moet de rest even... Of nog erger, dat je allebei je ouders... Dat gebeurt ook hoor. Verkeersongeluk. Ja, en die hegemonie, zo heet dat, die veelheid in verscheidenheid. Dus ieder mag zichzelf zijn en al die individuen, die zijn allen zichzelf en zoeken de samenwerking. En dat is handig, want iemand die heel erg lang is, die is heel geschikt om iets te doen wat handig is als je heel erg lang bent. En een ander is juist heel erg dik. En wat hij kan doen is handig als je heel erg dik bent. Of juist heel klein. Nou, die hegemonie, die harmonie in een samenleving van verscheidenheid, waarin een ieder zichzelf mag zijn. Hoe doorbreek je die? Want zo'n harmonie, zo'n hegemonie is militair heel moeilijk over te nemen. Daar is het Romeinse Rijk achter gekomen toen ze dachten dat ze Europa even zouden gaan pakken. Nou, dat is mooi niet gelukt. Ze hebben een hoop van ons weten af te slachten met hun centurions en alles wat er maar bij hoorde. Maar een echt succesnummer werd dat niet, hè? En toen kwam die militaire orde van het Romeinse Rijk, die ging sneuvelen. Toen kwam het feodalisme, wat niet zo heel verschrikkelijk was, by the way. Het was eigenlijk de macht aan de arbeider. Want al die aristocraten, die zaten met een overdaad aan land. Waar de Rooms-Katholieken, het Romeinse Rijk niks meer over te zeggen had. Omdat die militaire macht was weggevallen. Maar ze hadden wel die arbeiders nodig. Dus dat was niet eens zo heel verschrikkelijk. En toen begonnen ze met dat katholicisme. En het meest geniale van dat hele gebeuren was dat ze... Ze hebben de scriptus receptus genomen. Dat is een verzameling geschriften in het Hebreeuws en Aramees, voor zover het gaat over het Oude Testament. En het Grieks, voor zover het gaat over het Nieuwe Testament.
Nou, ik heb in andere uitzendingen heb ik het er ook over, hoe dat in elkaar zit. Het is helemaal niet zo moeilijk te verzinnen. Als je weet dat het allemaal komt uit Babylon. En dat weet Alan Watt ook. In Babylon is het gesodemieter aan de oppervlakte gekomen. Wat niet wil zeggen dat het voor Babylon allemaal zo leuk was. Maar met Babylon was het duidelijk. Want daar hebben wij het geschreven woord van. In de zin van het spijkerschrift. Dat is geanalyseerd. Nou, en Babylon heeft zich geëvolueerd. Nou, en waar houdt Babylon van? Nou, Babylon houdt van een burgergroepering die bestaat uit individuen die elkander wantrouwen. Die heel schichtig kijken naar de buren. Dus geen naboorschappen. En dan zijn de buren een beetje luidruchtig en dan bellen we de Babylonische politie. Allerlei vrouwen die hun man wantrouwen. De moeder van mijn kind die dacht de hele tijd dat ik buiten de deur seks had. Ja, want zo ben jij. En voor het gemak had ze dat maar alvast aan iedereen verteld die het maar horen wilde. Dat is apart hoor. Dat is Babylon. En het oude christendom, of primaire christendom, wat gebaseerd is op het jodendom. En dan de komst van de Christus, de Messias, de verlosser. Dat hele verhaal is verpakt in een sausje van Babylon. En als je Babylon moet vergelijken in de keuken als qua gerecht, dat is het gebakken stront met een scheutje pis. En wat bedorven varkensbloed. En het katholicisme is dan een lekkere, ja, een goede bodem. Dat is het Oude Testament. En daarbovenop dan het Nieuwe Testament. Met kwark. En ja, als je veganistisch bent. Maar de meeste mensen lusten wel kwark. En dan doe je daarboven met een jus-lepel. Doe je die oude Babylonische saus eroverheen. Hè, van gebakken stront met wat pis en bedorven varkensbloed. En dan zeg je smakelijk eten allemaal. Dat is het katholicisme in een notendop. En heel veel katholieken die zijn helemaal... Ik zag eens een post en had iemand dat even duidelijk gemaakt. Van katholicisme is geen christendom. Punt. En mensen helemaal kwaad. En jij bent een idioot. En je hebt je Bijbel nooit gelezen. Nee, homo, heb jij je Bijbel gelezen? Waarin staat, noem niemand op deze aarde je vader. Ja, Perry, daar begint iedereen altijd over. Maar dat doet... Hoe moet je eruit komen? Kijk, het woord vader betekent alleen maar dat je mag zeggen vader. Toe vader lief, toe drink niet meer. Ik vroeg het al zo menige keer. Dus het mag wel, van de Bijbel. Nee, homo, dat wordt niet bedoeld. Je biologische vader is je vader trouwens helemaal niet. Maar het woord vader of vader... Ik heb nooit... Nee, mijn schoonvader, die noemde ik pa. En mijn schoonmoeder, die noemde ik moeder. En mijn eigen vader noemde ik ook pa of pap. Ik heb niet iedere keer vader gezegd. En waar de Bijbel over gaat, is het... vader is een vrij zwaar woord, hè? Want een mens, als die geboren wordt, die heeft een ontzettende hechting aan, ja, aan een veilige omgeving. En de vader is degene die, ja, die zit op de sportschool en die heeft op honkballen heeft die gezeten. Dus er staat nog een honkbalknuppel ergens achter de kast. Ja, daar ben je veilig. En dan weet ik dat er heel veel biologische vaders zijn die de sociologische vaderrol
Die worden afgezeken door een vrouw en dan krijgen ze er de scheid in. En dan denken ze, rot maar op met z'n allen. Ik hoef jullie niet meer te zien. Dat gebeurt. Maar goed, de vader die bedoeld wordt in de Bijbel, daarbij gaat het over de geestelijke vader. Dat je iemand accepteert als je priester. Dus vader is een term die gebruikt wordt in de katholieke kerk. Dan stellen ze iemand aan en die is priester van een parochie. En die moet aangesproken worden met vader. Ja? Dus de katholieken die zeggen van ja, gewone mensen mogen ook tegen hun biologische vader zeggen: vader, is er nog suiker in de kast? Als dat mag, dan mag ik ook een of andere idioot in een zwarte jurk vader noemen. Want dat is toch hetzelfde? Nee, homo. Je snapt het niet. En katholicisme houdt ook in dat je ritualen opvoert. En waarom? Waarom? Ja, maar ik vind carnaval best leuk. En amen, dat vind ik uitstekend. Als jij ergens op een of andere datum die door een geheim comité gekozen wordt, als het hartstikke koud is hier in Nederland, een beetje in de rondte wil lopen in een minirok. Wie ben ik om het te gaan verbieden? Wat heeft dat te maken met de scriptus receptus? Of is het carnaval een Babylonisch feest? Ja. Kijk, Babylon houdt van vrije liefde, vrije seks, drugsgebruik en... Perry, de paus is heel erg tegen drugsgebruik. Ja, het punt is, hij verbiedt het met zijn ene hand en bevordert het met zijn andere hand. Ja, maar Perry, dat doe je toch niet? Ja, dat doe je wel zo. Als je me niet gelooft, dan ga je nu aanmelden bij de Open Universiteit en dan doe jij een studie marketing. De vader van de marketing, dat is Edward Bernays. Ja, maar Perry, nu zeg je dus dat wij behalve de Bijbel ook alles wat Ellen Watt vertelt over wat er gebeurd is, dat we dat ook moeten begrijpen. En ja, dan raken wij oververhit en nu ben ik depressief. Wacht mij dat uit, homo. Het is toch gewoon allemaal gebeurd. Hè? En het gaat door, perfect door. Waar ik achter gekomen ben, is dat mijn kind... Dat, ik begon connecting the dots te doen. Hè? Het verbinden van de puntjes. Want de eerste vreemde opmerkingen uit haar mond... die kwamen toen zij 4 was. Met opmerkingen als... papa, wil jij wel wat aardiger doen tegen mama? Want anders gaat ze bij je weg, hoor. En ze draait zich om en loopt naar de keuken... waar de moeder rode kool aan het snijden is. Dan denk ik, waar heb ik dit nou weer aan te danken? Laat maar zitten, denk ik. Als is pas 4, 5. Nou, dat werd alleen maar erger. Papa, wil je wel eens ophouden met allemaal spullen van mama weg te gooien? Want dat vindt mama helemaal niet leuk. Ik heb van die bitch nog nooit iets weggegooid. Tenzij het geval is dat ze mijn werkplek weer eens vol had gestort met allemaal reclamefolders. En daar zat dan toevallig 1 inschrijfformulier tussen voor de kinderspeeltuin waar mijn kind naartoe zou moeten in de zomer. Ja, weet ik veel. En waarom legt die moeder al die rotzooi op mijn werkplek neer? Dus toen heb ik die hele grote stapel mijn rotzooi gepakt, die heb ik bovenop het oud papier gelegd. En toen was zij het inschrijfformulier kwijt. Ja. We hadden ook een prikbord. Hè? Dus je hebt een formulier wat vrij belangrijk is. Het is erg belangrijk naar de vrouwen toe. Hè? Ik heb veel uitleg aan vrouwen over hoe jullie het moeten doen. Hè?
Dus je hebt een belangrijk formulier. Nou, dat doe je niet tezamen met alle reclamefolders neerleggen op het bureau van je man. Die zo dadelijk thuis komt en hij moet vanavond nog werken. Ja, maar Perry, mannen die veel werken, daar hou ik niet van. Mooi zo. Huh? Dat vind ik echt een hele eerlijke uitspraak van jullie vrouwen. En ik hoop dat jullie daar ook aan houden. Dat je alleen maar seks hebt met mannen die ofwel een uitkering hebben, of ze hebben een waarjongbaan waar ze verplicht naartoe moeten om portieken schoon te maken. Alleen maar met die mannen. Doe dat dan. Kies dan voor mannen die niet werken. En niet de moeder van mijn kind. Die had zo van, maar jij werkt dus heel hard. En oh, ja, en je hebt een lichtbad. Ja, vind je het gek? Ja. Ik had ook een piano. Ik ben punt 1 zuinig op mijn spullen en zo. Hè. En die vrouw dacht, ja. Ja, en dan ga je werken in de buurt van zo'n vrouw. En dan gaat ze krijsen, jongen. Maar ik krijg geen aandacht en jij zit te werken en ik wil dat je aandacht geeft en anders ga ik naar Piet. Nou, dan blijft ze rustig de hele nacht weg bij Piet. Jullie vrouw, ik snap wel dat het aantrekkelijk is. Je bent zoals de moeder van mijn kind. Je komt een man tegen en die lijkt je wel betrouwbaar. Dan denk je, nou, die heeft een auto en dat is allemaal goed, ja. En dan wil je aandacht. En dat vraag je dan aan andere mannen. Ja? Hoeveel mannen die een uitkering hadden of whatever, echt geen donder konden presteren. Die zaten bij mij in de keuken. Op uitnodiging van mijn vrouw. Van ja, ik kan al het geld voor mijn man wel in mijn eentje op gaan maken. Maar wilden jullie niet komen helpen om dat geld op te maken? Ik zie het er goed uit. Jullie strategie klopt niet. Ik weet niet hoe lang deze uitzending gaat duren, maar ik zit nou op de... Ja, op een half uur zit ik nou. Dus, ja, bear with me. Ja, draag met mij. Zit dit uit. Dit gaat niet over niks. Ben jij maf? Want jullie vrouwen hebben de sleutel in handen. Als het er nu uitziet, is de beste overlevingsstrategie alleen maar kinderen voor vrouwen die van hun kinderen houden. Die hun kinderen lief hebben. En al die vrouwen die mannen zien als van ja, spuit je sperma maar in mijn vagina en het kind is van mij. En ik zorg er wel voor, dat hoef jij niet te doen hoor, maar ik zorg er wel voor dat ik maandelijks van jou een vergoeding krijg voor het feit dat ik op mijn rug heb gelegen. Dat klopt niet, dames. En ik denk dat die leerachterstand van jullie, dat die zo groot is. Met plezier zie ik ook op internet een toenemend aantal YouTube-kanalen, Vimeo-kanalen, websites. Met allemaal eigenschappen van vrouwen. Dan heb je zo'n checklist van 10 punten of zo. Hè? En als jouw vrouw 8 punten aanmerkelijk scoort, wegwijzen. Ja, maar Perry, als je dan een kind hebt, dan zie jij je kind toch nooit meer. Dus dat is niet een goede strategie. Nou, het is wel een goede strategie. En toen de moeder van mijn kind, er was mijn kind 3, en toen wilde ze iets. Ik wil dit doen, ik wil dat doen. En dan zei ik tegen haar, van, ja, dat kan niet. Wat kan, is dat je het wil. Maar de uitvoering kan niet. En toen zei die moeder tegen mij, jij begrijpt mij niet. Jij doet wat ik zeg, en anders zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. En toen dacht ik, fuck. Ja? Maar toen had ik moeten zeggen, oké. Boodschap geaccepteerd. 2 dagen over na moeten denken, 3 dagen... Dan contact opnemen met mijn accountant en tegen die man zeggen, ik heb een ernstig probleem. Want als ik nu een officiële scheiding doe, dan krijgt zij 300.000 euro.
of zoiets. Echt belachelijk veel geld. En dat moeten we niet hebben. Dus ik wilde een verarmingsstrategie. Maar dat was me gelukt. En Jacob heette mijn boekhouder. Ach, dat was zo gelukt. Alle poen weggesluist uit het bedrijf. Onder Hansen afspraken gemaakt met klanten of leveranciers, of maakt niet uit. En dan aan de noodrem trekken, ik de deur uit, het kind achterlaten bij die moeder. Ze bekijken het maar. Voor een habbekrats was ik van die vrouw afgeweest. Had ik ook mijn kind niet meer gezien, maar dat maakt niet uit. Want ik heb voor die andere kant gekozen, uit medelijden met mijn kind. En tegen mezelf gezegd, van, nou, je gaat die stront van die moeder maar vreten. Maar je brengt wel je kind elke week naar het zwembad. En elke dag doe je de afwas, zodat jouw kind een schoon huis heeft. 6 dagen in de week maak jij ontbijt. Want je kind is graag vroeg op en dan ligt die moeder nog... Dat doe jij dan maar. Want je mag dat meisje toch niet kansloos maken. En toen had ik nog niet in de gaten dat dat meisje, mijn dochter, kansloos was. Want die moeder ging maar door. En inmiddels is mijn kind heel sceptisch op mij. Ze belt me nooit op. Als ik haar bel, neemt ze de telefoon niet op. Dus, wat heeft het mij opgeleverd? Behalve een kostenpost, alles bij elkaar, van 200.000 à 300.000 euro. Voor een kind wat 5 andere vaders heeft. Ja. Dus mijn kind wilde op drummen. Een drumstel, dingen zo boem, boem, boem. Ik denk, oh wat leuk. Nou, ik voor haar een goede drumleraar geregeld. En tegen Jusso heet hij, by the way. Als je in Arnhem woont en je hebt een kind wat graag wil leren drummen, ga naar Jusso en hij werkt bij de Jacobiberg. Toen werkte hij er bij de Jacobiberg. Hij woonde toen in Amsterdam. Goeie leraar. Dat ging de mooie kant op. En ik vroeg aan Jusso van wat moet ze hebben voor oefendingen, drumstel. En Jusso zei, nou helemaal niks. Het enige wat ze nodig heeft, zijn 2 drumstokjes. Laat haar maar drummen. Ze heeft 2 drumstokjes voor haar gekocht. En toen heeft ze ongeveer augustus tot en met december, zeg maar, 4 maanden lang. Het was het bijna januari, dus zeg maar 4,5 maanden lang. Nou, ze deden oefeningetjes prima. Dus ik zei tegen de moeder van mijn kind. En dat was al in de scheidingsellende. Dus 2009 moet dat geweest zijn. En ik zeg tegen de moeder van mijn kind van kom. We geven ons kind voor de verjaardag een oefendrumstel. En dat werd €250. Nou, voor een keertje mag dat hoor, voor een verjaardag, vind ik. Nog een hele eind rij om dat ding te halen. Dat drumstel in elkaar gezet, dat is een bouwpakket. Van Chinese makelij. Opgesteld in haar slaapkamer. En tegen mijn dochter gezegd, meisje, meisje, jij kan drummetje, drummetje. Belt mijn dochter, of die spreek ik een paar weken later. Zegt ze, ja, mijn ride bekken, dus R-I-D-E, to ride, zit ook aan de rechterkant als je rechtshandig bent. Ja, dat ride bekken, ja, dat klinkt echt helemaal nergens naar. Kan ik niet een betere krijgen? Dan gaan we even aan de dames uitleggen hoe dit zit. Hè? Hoe je in de opvoeding met je kind om moet gaan. Het kind wil op drumles. De leraar zegt,
Ze moet oefenen. Dat betekent niets meer als ritmes tikken. En die noten leren lezen. That's it. Als dat er al niet in zit, ja, kap er maar mee. Dus in eerste instantie krijgt je kind 2 drumstokjes. En dat kost €4,95 of zo. En dan krijgt dat kind een goedkoop oefendrumstel. Je gaat niet gelijk een Ludwig kopen. Het is natuurlijk wel leuk voor jou als opvoeder dat je kan zeggen, ja, mijn kind heeft een Ludwig hoor. Dat slaat nergens op. Dus mijn kind had een naamloos drumstel uit Hangzhouai en dat ligt vlakbij Shanghuichu. En dat wordt met de boot hier naartoe verscheept. En staat in kartonnen dozen ergens in de buurt van Hardenberg. Dan pak je zo'n kartonnen doos en dat is het dan. Ja. En dan mag mijn dochter vinden van ja, want op drumles heeft zij een heel mooi drumstel. Dat is ook geen Ludwig, maar wel een fatsoenlijk drumstel. Beest of zo. Ja, en dat right bekken daar, dat is een mooi bekken. Ze denkt, ja, tijdens drumles hoor ik mooi ting, ting, ting. En thuis hoor ik tjok, tjok, tjok. Ja, papa, dat is helemaal geen right. Nee, dat snap ik wel. Huh? En nu even van jullie vrouwen. Huh? Wat de vader dan zegt, en wat ik ook heb gezegd. Van lieve kind, jij zit pas 4 maanden lang op officiële drumles. Je hebt nu je oefendrumstel. Je gaat door tot aan de zomer. Dan heb je het hele jaar afgerond. Nou, dan mag ik aannemen dat je het een en ander bijgeleerd hebt. En dat je het nog steeds leuk vindt en alles. En dan gaan wij in mei, juni, juli of zo. Krijg jij van je ouders een mooie ride. Die heb ik zo te pakken. Ik hoef me even in de ronde te bellen. Maar nou nog niet. Jij gaat eerst maar eens oefenen. Ik denk, mooi. Hè? Dat heb ik even voor mekaar als vader. Je kan me van alles vragen, maar eerst gaan we dingen doen, dacht ik. Hè? En dan mijn dochter, 3 weken later, helemaal blij. Nou, ik heb van Hans, en dat is dan haar andere vader. Nou, die was het er niet mee eens hoor. En die heb ik een heel mooi ridebacking van gekregen. Dat is behoorlijk, ja, dat is slecht hè. En jullie vrouwen moeten dat, jullie moeders moeten dat gaan begrijpen. Je moet je kind niet zomaar van alles geven. Ja. En dan vooral niet als het dan komt van een man. Als ik met mijn kind rekenles ging doen, en dat moest van school, hè? Als die moeder erachter kwam, dan kwam ze de kamer binnenstormen en dan riep ze, wat is hier aan de hand? Ik zei, ja, ik ben rekenles aan het geven. Ja, maar het is veel te laat en je moet. En dan zei ik tegen die moeder, van, het is helemaal niet te laat. We hebben nog 10 minuten voordat we moeten gaan lopen. Ja, zei die moeder, maar ja, dan moet je je haasten en ja, dat kan niet. Ik zeg, jij moet toch naar je werk? Ja, take your fucking ass, get on your bike and go to your job. Ja, maar dan zit ik op de fiets en dan heb ik in mijn gedachten dat jullie je moeten haasten en dan word ik helemaal gek van, dus je afgelopen met die rekenles. En jullie vrouwen moeten dat niet doen. Huh? Dat is zo dom. Hoe kom je dan erbij om dat te doen? Ja, ik geef je 20 seconden. En ga me niet vertellen dat het hier uitsluitend gaat over de moeder van mijn kind. Want ik heb op het schoolplein gestaan. Hè, want madame had die belangrijke baan voor 28 uur in de week. En had ook heel veel tijd nodig om tot zichzelf te komen. En ja, want ik ben een getogen perrie, maar je moet goed begrijpen. Ik ben een, ik heb graag een brede horizon qua mannen. Vriendinnen vind ik niet zo interessant. Maar vriendinnen waarvan iedereen zegt, hé, dat is een man.
En dat klopt ook ergens wel, want ze moeten zich scheren elke dag. En ja, als je het een clitoris wil noemen, dan is dat op de grens hoor. Want ja, iedereen zal zeggen, het is een penis met twee ballen eronder. En daar heb ik ook tijd voor nodig om te socializen. Hmm. Nee, ik snap jullie niet. Ik snap het echt niet. Het is toch mijn kind? Ja. Nou, dan ging ik rekenles doen met mijn kind. Nou, werd ook verpest. Dat was ook een keer. Was ik rekenles aan het doen in de keuken. Dus we hoefden nergens naartoe. En we zaten te wachten op de pasta met... zeg maar, oorlogsvoedsel. Dat vond de moeder van mijn kind altijd belangrijk om dat minimaal 2-3 dagen per week te eten. Want we eten alsof het oorlog is. Dus als het oorlog wordt, dan hebben wij geen last van een veranderend dieet. Ja. Zo. Pasta met pesto. Gadverdamme, hoe kunnen jullie dat verzinnen? Nou, we zitten in de keuken te wachten op de pasta met pesto. En ik begin mijn dochter steekproeven af te nemen. Want als je je kind wil leren rekenen, even voor jullie vrouwen, dat ik het ook weet. Wat je moet oefenen, dat zijn de tafels. Dat is erg belangrijk. Dus, je begint eerst met het tellen. Dus, hoeveel is 2 plus 3? Ja. En dat is ook, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Niet overdrijven. Dus je leert eerst een kind tellen op 1 hand. Hoeveel is 2 plus 2? En dan mag je kind gewoon tellen. Telt dan de vingertjes af. 1, 2, 3, 4. Dus 2 plus 2 is 4. Zo begin je. En dan tot aan de 5. En dan ga je die hele ingewikkelde doen. Hoeveel is 2 plus 3? Dan gaat je kind helemaal in de stress. En dan zeg je, hoeveel is 1 plus 4? Oh ja, want erg leuk is om het om te draaien. Dus hoeveel is 1 plus 4? En dan vraag je vervolgens, hoeveel is 4 plus 1? En dan moet je net zo lang doorvragen, totdat je kind net zo lang nadenkt over 4 plus 1 als over 1 plus 4. Dat ze uit het hoofd weten van 1 en 4 en daarvan de, noem je dat, de sommatie of zo? De optelling? Dat is per definitie dezelfde uitkomst. Ja. Maar ik was dat stadium al voorbij, want mijn kind kon de tafels heel behoorlijk. Maar dan doe je het in volgorde. Van 1 keer 6 is 6, 2 keer 6 is 12, 3 keer 6 is 18. Dus ik vraag aan mijn dochter, net als inspecteur Colombo, ik zeg hoeveel is 6 keer 7. En dan die moeder, dat zijn jullie vrouwen, gelijk doorheen en het antwoord voorzeggen. En ik kijk die moeder zo heel verstomd aan. Ik zeg van, hé, ik ben bezig met ons kind. Ja, zei die moeder. Maar ik weet het antwoord ook hoor. Dan mag ik het toch zeggen. En jullie vrouwen moeten dat leren. Hè? Dat de tijd... En mijn dochter was toen 8. Ja, het is logisch dat je met kinderen van 8 de tafels gaat oefenen en alles gaat doen, hè. Zeker als het onderwijspersoneel zegt van nou, ze moet een beetje bijgespijkerd worden. Kijk, bij een kind van 8. Maar een vrouw van 38? Jullie vrouwen, jullie gaan met deze audio, die geef je mp3'tjes, ga je doorsturen via Facebook of wat van social media dan ook. En ga tegen je zuster zeggen, wat is er aan de hand? Of stuur mij een e-mail waarin je duidelijk uitlegt wat er aan de hand is. Moeten meisjes meer rekenonderwijs krijgen? Want anders zijn ze straks 38 en dan gaan ze in de klas zitten bij hun eigen kind, want ze zijn aan het eten koken en oh, er is rekenles. Nou, ik weet wat 6 keer 7 is, 42. Nee, ik begrijp jullie niet. Zou het dan echt zo zijn dat vrouwen per definitie... Ja, per definitie niet deugen? Dat vrouwen per definitie alles moeten verpesten?
zo'n mooie van mij. Dat mijn dochter tegen me zei, was ook zoiets van 6. Van ja, jij maakt met iedereen ruzie. Ik zeg, met wie? Ja, zei ze, met mama en met oma. De moeder van haar moeder. Nou, punt 1. Ik heb met die twee personen nooit ruzie gemaakt. Het is wel een keer gebeurd dat ik thuis kwam en ik zou om 3:30 thuis zijn met de auto en alle boodschappen en lalala. Nee, ik zou om 3:00 thuis zijn met de boodschappen en om 4:30 thuis zijn met de auto. Maar ik had een beetje pech gehad. Pech gehaapt, hè? Af Duits. Want de Turk of de Koert, ik weet nooit het verschil. Je moet er erg mee oppassen. Voor hetzelfde geld ga je op tenen staan. Maar de Turk of de Koert, die had geen cadeaupapier. En ik wist dat we dat thuis ook niet meer hadden. En toen dacht ik van ja, maar toen hadden we nog een Vroom en Dreesman. Ik denk, fok, dan moet ik nog even naar de Vroom en Dreesman lopen. En ik zat op de klok te kijken. Ik denk, jeetje, dat wordt krap, hè. En toen zei die Turk of die Koert tegen mij. Mijn neef, die heeft een winkel hier verderop. Die heeft nog wel cadeaupapier. Dus, als je heel even wacht. Nou, dan heb ik mijn boodschappen daar laten staan. En ben ik even naar de Turkse kapper gegaan. Of Koert, kan ook een Koert zijn geweest. En ik zei tegen die, ah, daar was ik vaste klant. Ik zeg, kom op, hetzelfde als altijd. Alle haren die je eraf kan krijgen. Oh wow. En dan nog even met spiritus mijn oorharen weg. Dus ik sta binnen 10 minuten weer buiten. Maar ja, dat was dus wel de vertraging van 10 minuten. Maar die kwam doordat die Koert geen cadeaupapier had. Dan kom ik om 3:15 kom ik binnen met de boodschappen. Waaronder dat cadeau wat we mee moesten nemen. Wat ingepakt zat in het cadeaupapier van de neef van die Koert. En zei kwaad, jongen. Ben je er al om 3:15? En jij zou er om 3:30 zijn. En ik zeg tegen die moeder van mijn kind. Ja, ik ben niet te vroeg. Ik ben 10 minuten te laat. En zij liep nog in de ronde in haar onderjurk. Zo. Jezus. En ik had toch tegen haar gezegd, om 3:30 ben ik er met de auto. En dan gaan we in de auto naar Uithoren, moesten we naartoe. Voor een kort bezoek. Ja, je kan toch moeilijk langskomen in je onderjurk als je op bezoek gaat. Misschien dat vrouwen dat ook moeten leren. Dus denken van, ja, ik moet naar Uithoren. En ja, ik kan toch moeilijk in mijn onderjurk overstroot. Ja, die verhalen, man. Een kwaad dat ze was, joh. Ja, want ik zou er om 3:30 zijn. En uiteindelijk was ik de post om 3:50. Maar dat was ruim op tijd. Want we moesten om 5:00 in Uithoren zijn. En ik wist de weg. Ongeveer. Ik had even gekeken op Google Maps. Ik denk, oh, is het daar? Ik reed er ook in 1 keer naartoe, hoor. En we waren daar netjes om 5:00. Want ja, zoals zo'n mannen. Vrouwen kunnen dat ook niet goed. Dat planmatige denken. Dat ik tegen de moeder van mijn kind zeg, oké, ik ben hier om 4:30. Want zij wilde uiterlijk om 5:00 bij mijn familie zijn. Want anders zou ons kind niet op tijd in bed liggen. Zo. Dat was namelijk zaterdag. En ja, ook op zaterdag. Op tijd naar bed. Snappen jullie vrouwen ook niet, hè? Die snappen er echt helemaal niks van. Regeltje hier, regeltje daar. Mama's wil is wet. En hoeft nergens op gebaseerd te zijn. En zij schreeuwen en krijzen, joh. Oh, een toestand. En mijn dochter helemaal in paniek. En die kroop helemaal naar de moeder toe van, oh mama, heeft papa jou weer helemaal overstuur gemaakt? Nou, ik zal je wel troosten. Ja, daar zijn jullie mee bezig, hè? Ja, om die kinderen op te stoken tegen de vader. En dan maar te beroepen op je emotionaliteit.
was ook nog een keer. Ik was met mijn dochter op vakantie in Finland. Maar heel goedkoop hoor. Zijn familiedingen. Ze was me in de schoot gevallen. Nou, ik denk dat is leuk voor mijn dochter. Kan ze naar Finland, hè? Nou, zitten we in Finland, midden in de zomer. En ik zit lekker op een lichtstoeltje. Bij het meer, met een boekje. Van, nou, leuk boekje, Arthur Schopenhauer. En een kopje koffie. Minding my own business. Komt mijn dochter op me aflopen en die zegt, pap, hoe laat is het? Ik zeg, nou, ik zal even kijken. Want ja, in Finland weet ik niet precies hoe laat het is, hoor. Dat is daar 4 uur per etmaal schemerachtig. En dan staat de zon weer hoog aan de hemel. Hè? Ik zeg, weet ik veel. Dus ik kijk op mijn mobieltje. Ik zeg, nou kind, het is 9:05. S'avonds dus. Hè? En mijn dochter raakt in paniek, joh. En die begint bijna te huilen. Hey, wat is er aan de hand? Ja, ik had om 8:00 moeten slapen. Ik zeg, waarom? Ja, want over een week gaan we terug naar Nederland. En mama heeft altijd 2 weken lang last van mij als ik laat naar bed ben gegaan. Jezus. Dan zei ik tegen mijn dochter van ja, ik heb daar geen last van. Waarom je moeder wel? En toen kwam het geniale antwoord van mijn dochter. En ze zei, ja, papa. Jij bent ongevoelig. En mama is gevoelig. Ja. Dus het had allemaal geen zin. Hè? Dus je wordt de deur uitgewerkt. Uiteindelijk toen mijn kind 9 was, werd de scheiding uitgesproken. Informeel. Daar had zij om gevraagd. Hè? Van, ik heb er genoeg van. Dus, bij nader inzien heb ik toch liever meerdere verschillende mogelijkheden met wie ik de nacht ga doorbrengen. En dat zeurderige monogame gedoe, ja, ik zie dat eigenlijk niet zitten. En trouwens, waarom zou ik niet scheiden? Want dan kreeg ik een hoop cash. Ik behoud het huis. En ik kreeg alimentatie. Dat lijkt me eigenlijk economisch wel handig. Dus kortom, toen mijn dochter 10 was, dan kon ik een mooie gaan oprotten. Dus het huis wat ik had ingericht met mijn eigen handen en met hulp van mijn eigen vrienden en mijn eigen familie, dat kon ik achterlaten. En een kale flat betrekken, die toen nog geen verwarming had. Maar dat was niet erg, want het vroor iedere nacht 10 à 15 graden. Nou, en mijn dochter is, die begon gelijk te marchanderen met de ouderschapsovereenkomst. Dus een uurtje hier eraf en een uurtje daar eraf en wilde zo min mogelijk bij de vader zijn. Ja, want jij doet altijd zo moeilijk. Ik heb helemaal niet moeilijk gedaan tegen de moeder. Ja, maar papa, dat moet wel. Want de mama gaat altijd helemaal uit het dak. Van alles wat je zegt. Ja. Hey, pas op met vrouwen. En die beweging die nou in Amerika is met men going their own way. Daar zit wat in. Dat is daadwerkelijk een goede strategie. Speltheoretisch. Bij men going their own way, dus mannen die hun eigen weg gaan, daar zijn meerdere checklists van. En eentje daarvan, die staat stil bij het feit, nou veel meer trouwens. Je ontmoet een vrouw en die vraagt als een van de eerste dingen, wat doe jij voor werk? Dat is gelijk al een ernstig signaal. De moeder van mijn kind, die heeft bij de relatietherapeut, ze ging ze huilen of zo. Over, ik ben zo ongelukkig. Mijn hele leven is ziek. Ik wil elke keer. Ik heb helemaal niks. En die man zo van, ja, wat is er dan aan de hand?
Jan van der Broek heet die man trouwens. Ga er niet naartoe. Niet een hedendaagse therapeut. En die vroeg aan haar van... Ja, maar wat is er dan... Ja, kan je er een beetje over vertellen? En toen zei de moeder van mijn kind... Van ja, ik kwam Perry tegen. En toen dacht ik van nou... Daar haal ik een economisch en sociaal voordeel uit. Haar woorden. Niet tegen mij gaan zeggen dat ik dit achteraf heb lopen verzinnen. Nee, dat heeft ze gezegd tegen Jan van der Broek. De relatietherapeut. En Jan van der Broek zo heel medelijdend naar haar kijken. Van meisje, meisje, wat een teleurstelling. Dus relatietherapeuten, dat heeft geen zin hè, als je zo'n vrouw hebt die gaat voor het sociaal-economische voordeel en jij wordt geacht te zorgen voor een bankrekening waar elke dag op haar wens van gepind kan worden. Die moet je niet hebben. Want je hebt er niks aan. Het enige wat het je oplevert is dat als je met die vrouw een kind hebt, dat je gehecht raakt aan het kind en daarna ga je bloeden voor het verlies. De laatste keer dat ik mijn dochter sprak over de telefoon, heb ik tegen haar gezegd, meisje, meisje, ze is nou 18, hè? Wij nemen even radiostilte. En als jij benieuwd bent hoe het met mij gaat, je hebt mijn vaste nummer, je hebt mijn mobiele nummer, je hebt mijn Facebook-account en je kan een e-mail sturen. Het lijkt mij voldoende communicatiemogelijkheden. Want het is me opgevallen dat mijn dochter heeft mij in de afgelopen 8 jaar, sinds het moment dat ik daar de deur uit ging, geen enkele keer gebeld. Echt niet? Nee, papa is een stomme klootzak. Waarom zou je die bellen? Papa is er om dingen te regelen en meer niet. Voor de rest moet hij zijn mond houden. Begin er niet aan, hoor. En ook een andere met vrouwen is dat die. Even stotter de stotter. Ik ben niet tegen seks. Ik hou niet van seks met bakstenen. Ik hou niet van seks met aardappels. Ik hou niet van seks met dieren. Ik hou niet van seks met kinderen. En ik hou niet van seks met mannen. Ik hou ook niet van seks met. Wat heb je er meer? Ananassen, wat kan je meer doen? Ananasneuken schijnt heel lekker te zijn, hoor. Lekker vochtig. Ik hou wel van seks met vrouwen. Ja, dat wel, ik vind het echt wel lekker. En die vrouwen, die weten dat. Die gaan in zo'n beginperiode... Dan lijken het ongelooflijk... Weet je die vrouwen ook alweer die de hele tijd willen neuken? Oh ja, nymphomanen. Ze willen elke dag wel seks. En dan denk je helemaal in de hemel op aarde beland te zijn. Ja, dat duurt zoveel perioden. En dan is het afgelopen. Vrouwen die snel seks willen met jou, is een tweede rode vlag. En ook vrouwen die, dat zijn flapuiten, hè. Die kunnen zomaar ineens op een verjaardagspartijtje iets zeggen dat je denkt van wauw. En dan achteraf gaan die vrouwen zeggen van ja, het is wel een beetje de situatie. En ik, ja, dan werd ik emotioneel en ja, dan flap ik het er wel uit. En dus het is beter dat jij, ja, dat ik niet in zo'n situatie kom. Maar het was de situatie hoor, het lag niet aan mij. Ja, en dat geloof je dan en je bent mooi de bok. Het is een mooie boel. Oh, we zitten net iets mooi over het uur. Nou, ik weet nog meer anekdotes. Dus ik sluit deze eventjes af. En dan zeg ik op zijn hamburgers... Tjus! En dag lieverds!